Hallo Mieke en Frits. We zijn hier op het vliegveld van Göteborg. We hebben net een geweldige reis van 2 dagen achter de rug. En ik stel mensen altijd één en dezelfde vraag. What does recovery mean to you? Wat betekent herstel voor jullie? Zou je daar iets over kunnen zeggen? Ja. Ja. Herstel is dat wij voor het eerst in 7 jaar samen op reis zijn gegaan. En dat we dat aandurven en in goed vertrouwen en dat we het gewoon doen. Want het is niet zo dat we helemaal zonder angst of bezorgdheid zijn. Maar ondanks dat gaan we toch. Dat is voor mij herstel. Ja, voor mij is herstel om weer in mijn eigen kracht te kunnen komen. En met dat onze dochter nou hersteld is en al 2 jaar stabiel is en weer op het goede pad, kan ik het nu pas zelf weer loslaten. En dat is voor mij ook weer in de mogelijkheid om in de kracht te kunnen komen en weer te kunnen genieten. Dus dit was eigenlijk, het was maar 2 dagen, maar een verschilmakende reis voor jullie. Ja, absoluut. Ja. Ja, dit is voor het eerst in 6 jaar dat we er samen weer op uit kunnen. Ik zei 7. 7 zelfs. Ja. Ja, ik kan niet zo goed rekenen. Maar... En jullie gingen met allemaal hulpverleners op stap, met cliënten. Ja. Wat heel bijzonder was eigenlijk. Hè? Ja, maar dat is voor ons eigenlijk genieten. Ja. Omdat we die wereld zo goed al kennen, door alle contacten die we tot nu toe al hebben kunnen opbouwen. Niet alleen in de directe sfeer, maar ook gewoon daaromheen. Omdat we allebei natuurlijk ook wel actief zijn in de psychiatrie en in de vernieuwing van de psychiatrie. Dat maakt het juist ook heel leuk om met die mensen allemaal te kunnen praten. En dat maakt het dus ook een heel leuk uitje voor ons. Ja, geweldig. Ja. En je staat op een andere manier tegenover elkaar. Want we hebben natuurlijk aan toonbanken gezeten. Ja. Aan de andere kant zaten zij. Ja. En nu is dat niet zo. Nu valt het allemaal weg. En dat is ook herstel. Dat je weer gewoon normaal tegenover elkaar staat. Ja. Zit aan de ontbijttafel, aan het bier, op bezoek bij de Zweedse psychiatrie. Ja. En ik beleef deze reis, ik beleef de onderlinge solidariteit ook. Dat het veel meer nu het samen van de grond trekken is van iets nieuws. En dat vind ik heel geweldig. Het geeft heel veel energie ook. Ja. Dat neem ik ook mee weer naar huis. En dat krijg ik door te praten met de leidende mensen hier. De bestuurders, de leidende psychiaters. En dat vind ik heel stimulerend. Ook waarvan ik dan voorop kom vanuit de familiekant. En de ervaringsdeskundigen? Niet geheel onbelangrijk. Nou, die staan vanzelfsprekend altijd al schouder aan schouder met ons. Met de familie, ervaringsdeskundigen. Laatste vraag. Ja? Als je nu het woord zou moeten richten tot andere ouders, waarom is het zo belangrijk om dit soort reizen te maken? Omdat het je verder brengt, omdat het je scherp houdt, omdat kennis macht is en samenwerking geeft je veel meer power. Ja. En juist die machteloosheid is wat familie zo onderuit haalt. Ja. Ja, ik vind ook dat je mekaars kanten veel beter leert begrijpen. Dat je de menskant van allen ontdekt. Ook de ambitie en de diepe behoefte ook van de zorggevers om toch vooral ondersteunend helpen te kunnen zijn. En ook hun zoekproces en hun vrienden, dilemma's. Hun dilemma's, daar krijg je veel meer op begrip voor. En, we're all in it together eigenlijk. Ja, dat is het gewoon. Ja, en als je dan samen zo'n vernieuwing, als je zo'n vernieuwing dan samen ook van de grond trekt. Ja, dat geeft zoveel meerwaarde ook aan wat je zelf ook meegemaakt hebt. Daar kan ik niet anders zeggen, daar zou je andere ouders ook voor moeten stimuleren. Heel erg bedankt dat jullie erbij waren. Ik vond het geweldig. En goede reis terug. Oké, dankjewel.